Hallo, welkom bij deze laatste les van het boekje. Ik ben Hans Rekker en ik zit hier vandaag met Jonathan Rekker. Welkom Jonathan. Dankjewel. En de les gaat over het volk van God in de wereld, maar niet van de wereld. Nou, daar sluiten we dit boekje mee af. We gaan eerst God zegen vragen voor deze les. Trouw Vader in de hemel, in de naam van de dierbare Zoon Jezus Christus komen wij voor de trouw van uw genade. Om u toch te danken dat we weer een nieuwe les mogen doornemen onder de leiding van uw Heilige Geest. Heer, zend ons ook die Heilige Geest, zodat we toch die woorden en betekenis voor ons mogen krijgen en de diepte en praktische nut daarvan mogen beseffen en toch ook in ons leven toe mogen passen, dat we daartoe gezet mogen worden. Wees met een ieder van ons, wees met de mensen thuis en zend hen allemaal de werking van uw Heilige Geest. Dit alles dank en vragen in de naam van uw dierbare Zoon Jezus Christus. Amen. Amen. Als je zevende dag of het is bent, dan ken je deze terminologie wel goed. Ja. We zijn niet van deze wereld, maar we leven er wel in. En dat is het probleem. Ik ben in de gemeente geboren. Jons is in de gemeente geboren. Dus als je dat als eerste keer leest, denk je, oké, oude koek. Maar we laten nu zo zien toch dat de Bijbel geen oude koek verkoopt. Nee. Ook geen oude wijn in nieuwe zakken. Maar dat het een hele actuele boodschap is voor juist vandaag de dag. Zeker. Zullen we maar eerst de inleiding lezen voor het eerste stuk? Door zijn eigen voorbeeld heeft de heiland aangetoond dat zijn volgelingen in de wereld kunnen zijn zonder van de wereld te zijn. Dan weet u ook wat vandaag moet zien. Hij kwam niet om deel te hebben aan haar genoegens, om beïnvloed te worden door haar gebruik en haar praktijk te volgen, maar om de wil van zijn vader te doen en te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Met dit feit voor ogen kan de christen onbesmet blijven in welke omgeving hij zich ook bevindt. Wat zijn positie of omstandigheid ook mogen zijn, hij zal de macht van het ware geloof openbaren in de getrouwe vervulling van zijn plichten. Ja. Wat zeg je deze inleiding zo? Of wat denk je daarmee? Nou, het laat zien dat, natuurlijk zijn er heel veel argumenten om te zeggen dat Jezus juist, hoezo deed hij dat niet? Hij ging toch ook naar feestpartijen, ging om met mensen die in die tijd niet al te heldere status hadden. Tollenaars. Hij was bij hoeren. Ja, inderdaad. Hij ging naar hoeren. Hij was wel in hun nabijheid. En natuurlijk, hij was bijvoorbeeld ook op een grote feest waarop heel veel alcohol werd gedronken. Zoals feesten bij Kana, de trouwerij. Ja, inderdaad. Die verschillende argumenten kan je daarop afwegen. Bijvoorbeeld het feest van Kana, dat was een geloofsfeest. En het was voor die mensen gebruikelijk om alcohol te nuttigen bij dat soort dingen. Jezus zelf deed dat, geloof ik, niet. Nee. Hij was daar toch, want het was een religieus gebeuren, maar hij bleef er zelf buiten. Ja. En natuurlijk, het betekent dus voor onszelf dat we dit voorbeeld moeten volgen, juist omdat we wel in de wereld moeten zijn, en zullen we ook later in de les zoeken. Maar dat het des te belangrijker voor onszelf is dat we er toch geen onderdeel van zijn. Precies. Wat we wel zien bij al die gebeurtenissen die je zegt, of het nou over hoeren gaat, Maria Magdalena is een discipel geworden. Ja. Of het over tollenaars hebben, Simeon, is een discipel geworden. Ja. En hij heeft een wonder daar gedaan bij Kana. Wat ik eruit haal is iedereen dat hij bracht meer dan hij kreeg. Ja, uiteindelijk als we de ellende zelf niet opzoeken, maar dat we er toch, we kunnen soms niet anders dan ergens zijn. Ja. Dat we zeker wel een hulpmiddel van God kunnen zijn. Precies. Ja. Een gereedschapstuk, zeg maar, in handen van God om toch dingen te bereiken. En Jezus deed dat zelf ook. Ja. En ik haal er vooral uit dat je ook geen zonderling hoeft te zijn. Of een kluizenaar. Nee, vooral niet. Nee, dat haal je er ook uit. En dat laat Jezus ook heel duidelijk zien bij zijn gedrag in de maatschappij. Het is best lastig om die dingen goed met elkaar te houden. Dat je denkt van, ik zoek het juist op en dan ga ik dit doen en dat doen. Laat u vooral leiden door Gods geest. Want daar gaat het dit wel om. Dat deed Jezus als voorbeeld ook. En hij bracht er altijd iets extra's voor de dienst van de Heer uit. Ja. We gaan het eerste stuk van de les was behandelen gescheiden van de wereld. Hoe karakteriseert God zijn volk? En dan gaat het voor een groot deel uit het Oude Testament. Ja, als zijn eigendom. Als een apart gezet iets. Ja. Als een uitverkoren volk ten overzicht van alle volken van de aardbodem. Ja. En die alleen in zijn eigendom in de zin van alleen hij mag gediend worden door zijn volk. Ja. En niet een ander deel. Dus God wil niet dat we van de wereld zijn.
Nee, dus dat betekent dat hij ons dat hij een speciale status aan zijn volk geeft. Ja. En van een speciale status, daar verwacht hij dingen van. Hij verwacht ook dat het zo zuiver blijft als het maar kan. En wat, er is nog een tweede deel aan deze vraag. Dus dat is het eerste stuk, een karakterisering. Ja. Wat gebiedt hij nou eigenlijk ook om wat je dan niet kan doen? En dat is vooral de tekst van Matthäus komt naar voren. Ja, we kunnen niet God dienen, we kunnen niet twee heren dienen. Het is overigens een uitdrukking die uit het recht komt, maar dat terzijde. Het is, we kunnen niet God dienen en de mammon. We kunnen niet God zeggen dat we God volledig dienen en tegelijkertijd gelijkvormig zijn aan deze wereld. Zoeken naar werelds lof en eer. Precies. Maar we moeten juist strijden voor die hemelse lof en eer. Ik kan nog een ervaring vertellen zoals ik vroeger jong was, hè, in mijn begin jaren 20. Vol ambitie, vooral zakelijke ambitie. En ik had de vaste overtuiging, zeg, voor mijn 30ste wil ik een ton en een turbo. Ja. En de ton gaat dan over het inkomen en de turbo gaat over de auto. Dat was in die tijd echt bijzonder als je een turbo had, dus dat wilde ik dolgraag. Allebei is gelukt en het bracht geen geluk. Nee. Tot het moment dat je dat weer beseft en dat loslaat, dan kan het geluk pas weer komen. Omdat deze tekst is zo, die kan je dus vergeten in je leven. Door je eigen ambitie waar je door blind wordt. En je denkt, ja, maar het is heel mooi om status te hebben. Het is heel fijn om carrière te maken. Ja. Het is heel fijn als mensen jou prijzen. En het brengt allemaal niks. Ja, het is ook een van de misleidingen die Satan deed in de woestenij. Tegenover Jezus. Mm-hmm. Ik zal je alle macht geven van alle koninkrijken op aarde. Ja. Dat ging zo mooi. Maar ja, we zullen zien dat het uiteindelijk niet springt. Nee, de derde vraag komen we dan nog even op terug zelfs. Over status en macht in dit geval. Nou, de tweede vraag maar. Hè. Wat is nou een van de belangrijkste manieren van Satan om Gods volk in de val te lokken? Dat is goed om dat te beseffen, dat je kan er allemaal wel voornemen, maar Satan zet vallen voor je open. Ja, Satan wil natuurlijk dat we het liefst dat we die liefde voor de wereld hebben. Ja. Want wat is nou ons grootste blok aan ons been om toch naar Jezus toe te komen, is dat we toch dingen hebben die ons hier vasthouden. Eerzucht. Liefde voor geld, liefde voor status, genuchten van de wereld, de pleziertjes, de vermakingen, misschien zelfs verkeerde vriendschappen. Mm-hmm. Dat we toch niet, of juist dat we van iemand houden op deze wereld die we niet, zonder wie we het eeuwige leven niet zouden willen doorbrengen, bij wijze van spreken. Ja. Die net zoals dat Adam voor Eva zondigde. Dat die ook ons tot zonde weet te verleiden. Ja. Want dat was het precies hetzelfde wat Adam had tegenover Eva had. Liever Eva liever dan God. Kijk, de tekst in 1 Johannes 2 vers 15 staat: zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Ja. En dat klinkt dan wel hard en ruw, maar uiteindelijk is dat wel de boodschap. We weten dat we nu in de volgens Openbaring 3 in de tijd van Laodicea leven. Ja. Nou is het eigenschap van de gemeente, waar wij dus zijn die in Laodicea leven, is dat ze lauw zijn. Inderdaad, niet willen kiezen. Precies. Ja, ze willen wel God dienen ergens in hun hart, maar ze willen tegelijkertijd, ze willen van twee balletjes eten. Ja. Ze willen bij Gods volk horen en tegelijkertijd ook wel de genuchten van de wereld genieten. Ze willen... Die vriendschap van de wereld houdt hun vast om uiteindelijk toch lauw te zijn. Ze kunnen niet volledig warm zijn. Precies. En dat hebben we dus ook nu de tweede deel van de vraag beantwoord. Waarom werkt het zo goed voor hem? Omdat de vriendschap de wereld te verleiden is. Het is, zeg maar, Jezus klopt in ons hart. Mm-hmm. Maar we hebben een blokkade daarvoor staan. En dat is de liefde voor de wereld. Precies. En pas als we dat weghalen met zijn hulp, dan kunnen we hem pas in ons hart toelaten. Ik wil opmerken een paar dingen halen. Dit is het eerste deeltje. Dit verlangen om zich te voegen aan werelds gebruiken en gewoonten bestaat nog onder hen die beleiden tot Gods volk te behoren. Als ze de Heere loslaten, streven ze naar het gewin en de eer van de wereld. Nou, dus een ander ding is wat we onszelf kunnen verleiden. Dat komt hier eigenlijk ook in terug, ook in de derde vraag, maar ik wil dat stukje gelijk even meenemen voor een deel. Ja. Dat we denken van, nou, ja, ik wil zo graag die mensen ook bekeren. Ja. Welke tactiek werkt dan niet? Ja, vooral niet meedoen. Precies. Want ja, wat is onze primaire opdracht? Is om Jezus licht te reflecteren over de wereld. Ja. Om juist een voorbeeld te zijn, om juist anders te zijn, gewijd aan God, heilig in zekere zin, apart gezet. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar op het moment dat jij meedoet met hun, dan kan je ze veel makkelijker overtuigen.
Ja, dan zijn ze toegankelijker voor je. Dan zijn ze toegankelijker voor je. Ja. Nee, het probleem is, je verliest jezelf ermee. Juist. Dat lichtje wat eerst eens brandde, als baken voor de wereld, als weerspiegeling van Jezus licht, wordt onderdeel van de duisternis. Juist. Eén stukje uit de opmerking van de derde vraag hierover. Hoewel zulke handelwijze schijnbaar grote voordelen biedt, eindigt het echter altijd een geestelijk verlies. Ja. Het is dus heel goed om te beseffen dat het niet helpt om een stukje mee te liften met de ander, om zo weer in de ander naar je toe te trekken. Nou, het trekt heel veel mensen aan, zeker. Je ziet bijvoorbeeld, er zijn heel veel, in de Verenigde Staten zijn er heel veel kerken die... charismatische kerken die mensen, wees jezelf en je hoeft niet te veranderen. Iedereen mag komen, maar als je er eenmaal bent, hoef je ook niet meer te veranderen. Kom als je bent en blijf zoals je bent. Terwijl Jezus eigenlijk zegt, kom zoals je bent en ik zal je helpen om te veranderen. Precies, bekeer je. Ja, en Jezus geeft ons de opdracht om toch afstand te nemen van de wereld. Maar die kerken die staan toe en je ziet dat die heel veel leden trekken. Natuurlijk, we leven in de tijd van Laodicea. Gods volk wil geen keuze maken. En des te plezier vinden als wij in een gemeente zijn waar we daar niet toe gedwongen worden. Juist. Er komt nog een laatste, is dat als je ergens goed in bent, dat we dat graag die erkenning ook opzoeken. Ja. We zien het sowieso bij alle artiesten. Of dat nou voetballers zijn, Formule 1 coureurs, zangers, wild op het applaus. Ja. En wat is daar nou het gevaar van? Nooit begaat de mens een grotere dwaasheid, zegt de opmerking, dat wanneer hij naar gunst en erkenning van de wereld streeft, door de trouw en eer aan God verschuldigd op een andere wijze op te offeren. Dus dat is de laatste valkuil voor mensen die ergens goed in zijn, om die eer voor zichzelf op te wijzen. Dat applaus te geven. Dus voor mensen die wel in onze vergadering geweest zijn, als dan iemand een mooi liedje zingt, en die denken, ja, waarom klapt er nou niemand? En iedereen zegt dan amen, omdat we God die eer willen geven. En niet de mens. Inderdaad. En als mensen dus vinden we het heel best wel fijn dat iemand zegt, oh, heb je heel goed gedaan, joh. Ja, maar het is inderdaad ook het probleem. En dat betekent niet dat je geen complimenten mag geven. Natuurlijk niet. Maar het is belangrijk dat we de persoon zelf beseft dat hij niet, dit alles niet uit zichzelf doet. Nee. Maar dan met God. Ja. Dat het inderdaad op de voornaamste plek voor God de lof in de eer komt. In alles, elk het goede wat je doet. Ja. We gaan verder naar de derde vraag. En dan zien we de Gods richtlijn om zijn volk van gevaar te behouden. We hebben al een stukje net al de derde vraag behandeld als het gaat over meedoen met de wereld. Nu gaat het een stuk over politieke macht en andere machten. Zeker. Nou, het gaat over het gevaar trotseren die zich verenigen met de wereld in deze nadoen. Maar dan laten we dan maar de teksten bijpakken van Matthäus 16, vers 26. Ja, wat baat het een mens zo hij de gehele wereld gewint en leidt aan schade aan zijn ziel? Precies. Dat is het belangrijkste. Als je nogmaals, Jezus werd in de woestijn, werd het hem aangeboden. Ja, dat is een 40 dagen vasten. Wat overigens trouwens een farce was, want Jezus zou uiteindelijk alles krijgen, maar... Maar goed, wat hebben we eraan? Wat hebben we aan aardse macht, aan dit vergankelijke? Als we daarmee juist de eeuwigheid verliezen. Precies. Als ik dit zo bedenk, dan denk ik, moet je voorstellen dat je de premier van Nederland bent, hè, Mark Rutte. Ja. Dan ben je macht, dan heb je aanzien. Als je nou de koning van Nederland bent, heb je nog meer aanzien. Hè? Dan ben je de koning, dan ben je koning Willem-Alexander en dan ben je echt aanzien, dan ben je echt een majesteit. Als je de president van Amerika bent, heb je macht. Ja, dan heb je heel veel macht. Heel veel macht, ja. Hè? En dan moet je je voorstellen dat het wordt je aangeboden om de president van de wereld te worden. Ja. Dus boven Obama, boven Poetin, boven Xi Jinping, boven iedereen. Maar je verliest wel je zaligheid. Dat is wat Jezus aangeboden kreeg. Hè? Dus dat is wat hier staat. Als je nou de hele wereld won en toch schade aan je ziel zou leiden, wat is het dan van nut? Ja. Want als de dag komt dat we onze ogen dicht doen en inslapen, zijn we verder niks meer. Dan hebben we niks aan alle macht, niks aan alle eer. Ja. Dus dat is een stuk om goed vast te houden. Als je denkt iets te krijgen en te hebben, wat is nou het echte doel wat ik ermee moet doen? In de opmerking staat, ze zijn pelgrims en vreemdelingen in deze wereld en reizen op een weg die door gevaar is omgeven. Niks anders. Ja. Abraham was een machtig man, was een welvarend man. Hij heeft geen huis gebouwd. Geen paleis. Hij bleef in tenten wonen omdat hij doorreiziger was naar het eeuwig vaderhuis. Voor ons geldt het in symbolische zin ook. Ja. Ik wil niet zeggen dat je geen huis mag kopen. Echt niet. Nee, maar dat je dus niet geen waarde aan gaat aan die wereldse zaak gaat. Dat je dus niet die zekerheid van de wereld wil behouden. Ja.
Omdat het uiteindelijk ten koste gaat voor jezelf. Het brengt niks. Ja. De vierde vraag. Wat beval God zijn volk voor hun bescherming? Dat is het Oude Testament. En we gaan in deze vraag ook zien dat die boodschap van het Oude Testament één op één van belang zijn ook voor het heden. Ja, er zijn grofweg drie teksten, maar voor mij sprak juist meer Romeinen aan. Ja. En twee Korintiërs. Dat we deze wereld niet gelijk voor ons moeten zijn. Mm-hmm. Dat ook een heel bekend citaat voor ons Adventisten. Ja. Maar in 2 Korintiërs staat ook, trek niet een ander juk aan met ongelovigen. Want wat heeft de gerechtigheid gemeen met ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Precies. Ja. Ja, en ik wil je toch... Deze twee zijn heel mooi, maar ik pak hem ook even nog heel concreet uit Deuteronomium. Dat gaat over, ook nog een keer over huwelijken, gemengde huwelijken in dit geval. Waar heel concreet staat, als je dat doet, als je je dochters geeft, of je zonen, wat een ellende dat kan geven. En het Nederlandse spreekwoord is niet voor niks, waar twee geloven slapen op één kussen, slaapt de duivel ertussen. Ja. En dat komt uit deze teksten. Het maakt het allemaal zoveel gecompliceerder. Ja, dat maakt het zeker. Dat betekent niet dat wanneer je bekeerd wordt en je echtgenoot niet, dat je dan moet scheiden. Nee, dat is zeker niet. Maar het betekent wel dat je het niet moet gaan opzoeken als je wel gelovig al bent. Ja. Want ja, wat gebeurt bijvoorbeeld met je kinderen? Het maakt het zorgt voor een bepaalde conflict en een bepaald verlangen dat die niet noodzakelijk is. Ik vind het interessant om even naar onze eigen Vaderlandse geschiedenis terug te gaan. Voor degenen die wat ouder zijn, die weten nog wel dat in de tijd prinses Irene wilde trouwen met prins Hugo. Een katholiek. En zij als hervormde. En dat dat verboden werd door de Tweede Kamer. Ja. Als we nu gaan naar 2002, waar onze toenmalige kroonprins Willem-Alexander als hervormde trouwde met het katholieke meisje Maxima. Ja, maar die bekeerde zich. Is nog steeds katholiek. Ja. Het was ook een eucharistieviering, een totale viering van het geheel. En het interessante is dat we dan 40 jaar verder zijn, zo ongeveer, en in Nederlandse historie dat het parlement het goed vindt. Dus het protestant-christelijke Nederland laat zich in die zin ook niet meer gelden zoals het vroeger was. Nee, we zien eigenlijk dat... Daarom hebben we niks tegen ons koningshuis hoor, dat wil ik niet zeggen. En we zien eigenlijk ook dat juist katholieken steeds meer de meerderheid krijgen in Nederland als geloof. Maar vooral zie je eigenlijk juist dat het ongeloof meerderheid krijgt. Het ongeloof groeit, precies. Waarom was dat het Oude Testament zo belangrijk? De eerste stuk uit de opmerking zegt het: de beginselen van het boek Deuteronomium, gegeven voor het onderricht van Israël, moeten door Gods volk tot het einde toe gehoorzaamd worden. Dus dat is nog steeds van kracht ook voor u en voor mij, voor vandaag. Ja. We zullen even naar de zaken gaan. Want we hebben het een beetje over huwelijk gehad en over geloof. Zullen we even naar, hoe gaat het nou met zaken? En daar moet je ook heel voorzichtig in zijn. Ja. Het is bijvoorbeeld als je samen met z'n tweeën een handel hebt, een zaak, een vernootschap of juist een maatschap, waar je met z'n tweeën werkt of met z'n meerdere mensen. En ga je dan ook handel bedrijven op Sabbat? Want dat willen die andere mensen waarschijnlijk heel graag. Daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn dat je dat allemaal weet te voorkomen. Ja. En eigenlijk het liefst dus niet doet. Ik heb een voorbeeld van mijn eigen vader, jouw opa. Die startte als ondernemer. En dat deed hij met een compagnonschap met meneer Kers. Ik weet het nog als kind zo goed. En ze hadden afgesproken dat om de Sabbat te vieren, dat om vrijdagmiddag om 2:30 het bedrijf dichtging. En dat gebeurde ook zo. Na een aantal jaren, begon de winst steeds meer te stijgen door het bijzondere baten. En het bleek dat meneer Kerst het niet na kon laten toch om in het weekend en op Sabbat dus klusjes aan te nemen die dan tot meer winst brachten. En zei ook, ja, maar heb jij ook voordeel aan? En zo is het kampioenschap gewoon verbroken. Het gaat niet goed. En je kan het de ander ook niet kwalijk nemen, zeg ik maar even in alle eerlijkheid, als je niet het principe hanteert. Dus het is heel gevoelig en heel lastig om zulke zakelijke relaties op die manier aan te gaan. Ja, klopt. In de opmerking zegt, zelfs in zakenrelaties kunnen wij zonder principes erbij te betrekken, niet onszelf verbinden met degene die niet trouw zijn aan God. Nee. De vijfde vraag zegt, in welke stevige raad geeft God ons? Dat is een hele stevige. En we moeten hem wel nuanceren, want anders begrijp je hem niet. Ja, uiteindelijk, ik haal dan 2 Korinthe aan. Daarom gaat uit met midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer, en raak niet aan wat onrein is. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zoon en dochter zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dat betekent niet
alsjeblieft niet, want we zullen later zien dat we niet in de wereld mogen zijn. Want dit klinkt alsof we een hutje op de hei moeten gaan wonen. En als kluizenaar ook afscheiding moeten doen, maar doen. En ik denk ook niet dat het goed is, zoals bijvoorbeeld heel veel ouders neigen te doen steeds vaker, om hun kinderen thuis op onderwijs te geven, in plaats van ze naar school te sturen. Omdat ze toch zo bang zijn voor die wereldse invloeden. Maar ik denk dat het uiteindelijk allemaal niet helpt. Want je moet juist in die wereld zijn. Voor mij heeft het me ook heel geholpen om voor andere mensen om mij heen, om toch ook duidelijk te maken, om te vertellen wat ik geloof. Ja. Dus we moeten niet, wat hier eigenlijk staat is, scheid je af van de wereld in de zin van je moet er geen onderdeel van zijn. Precies. Maar je moet er wel middenin staan. De opmerking zegt het heel nadrukkelijk. Zo heeft de Satan ook het meeste succes wanneer hij de volgelingen van Christus kan overhalen samen te gaan met de goddelozen en mee te doen aan hun vermaken, zodat ze van de zonde bezwijken. Dus het gaat over het entertainment, het vermaak. Ja. Het betekent dat je daar, als je daar aan meedoet, dat de grens leggen wat kan je wel, wat kan je niet, steeds moeilijker wordt. Ja. Hoe ver kan je dan gaan en wanneer moet je stoppen om daarvan weg te blijven? Als je die verleiding kan houden. Ander stuk in de opmerking, het laatste staat, in het licht van Gods woord mogen we zeggen dat de heilige niet echt kan zijn als er niet toe leidt dat men volledig breekt met de zonde en het najagen van werelds plezier. Ja. Dus het gaat meer over, scheid u af van het werelds plezier, dan dat je als een kluizenaar door het leven gaat. We gaan naar de zesde vraag, hè. Waarom legt God de nadruk op het belang voor zijn volk om afgezonderd van de wereld te zijn? Het is een vervolg, zeg maar, op een stukje van vijf. Waarom legt hij nou zo'n belang aan? Omdat, ja, God zelf is heilig, gewijd, en hij wil dat wij dat ook zijn. Ja. Want we zijn, zoals in de eerste vraag, hebben we gezien zijn eigendom als Gods volk. Dus we mogen alleen, voor ons is de bedoeling dat we alleen hem dienen. Dat is ons telos, onze bestemming. En om gewijd daaraan toe te zijn, dat betekent dus dat je niet van de wereld tegelijkertijd kan zijn. Je kan niet die twee heren dienen. Precies. In Petrus staat het en Leviticus, beide keren. Zorg dat je heilig bent. En heilig betekent niet een heilig boontje, dat is een verkeerd Nederlands spreekwoord. Heilig betekent dat je toegewijd bent aan de dienst van de Heer. Ja. Dat je leven dat als belangrijkste ziet. Nou, dat lijkt zo makkelijk, maar het is het niet natuurlijk. Nee, en het betekent, een mooi stuk in de opmerking is, het laatste stuk. Maak een goede afweging voor tijd en eeuwigheid. En terwijl je zo bezig bent, zegt Christus, en wat zal de mens baten als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? We moeten onszelf die balans opmaken. Dat we beseffen van, wat is het, al deze wereldse eer, deze wereldse lof, deze wereldse rijkdom, deze wereldse welvaart. Dit alles wat ik hier heb, wat mij tegenhoudt om voor Jezus te kiezen, wat is dat waard als ik tegenover het eeuwige zet? Precies. En wat hebben we daar alles aan als we onze eeuwigheid verliezen? Precies. Dus die balans gaat als je die maakt, hè? Een balans betekent dat je een streep trekt en debet en credit doet. Dat zijn bezittingen en hoe het gefinancierd is. Het is gefinancierd met het bloed van Jezus. Ja. Dat is zo'n onschatbare waarde, dat de balans nooit mag zijn dat je daar wereldse goederen tegenover zet. Want dan is het van zinloze waarde. Ja. Wat gaan we dan wel in deze wereld doen? Daar gaat de zevende vraagstuk over. Werk in de wereld om zielen te redden. Ja, we moeten dus wel juist wel in de wereld staan. Hey. Je moet dus niet van de wereld zijn, maar we moeten er wel zeker in zijn. Ja. Ik kreeg laatst die opmerking van ja, want ik zei juist, ik kreeg een bedicht van ja, maar je bent eigenlijk vrij gematigd als ik jou zo ervaar als persoon. Ik zeg nou, ik ben eigenlijk vrij streng gelovig hoor. Alleen ik sluit niet zo af als heel veel andere gelovigen doen. Ik probeer je en ik veroordeel je ook niet omdat je iets aan andere dingen doet. Maar dat betekent niet dat ik niet streng voor mijzelf kan zijn. Want bijvoorbeeld ook, ja, maar als steengelovige zijn juist vrolijk. Terwijl andere steengelovigen allemaal nors kijken en zo gezellig. En juist, en op die manier kan je dus ook een soort van lichtbaken zijn voor anderen in de wereld. Dat ze toch ook kunnen zien dat het heel anders kan. Dat het zeker wel mogelijk is dat je apart staat voor God en aan zijn geboden houdt. En tegelijkertijd toch die vrolijkheid kan hebben. Ja. Ik kan je geloof laten zien op heel veel manieren, maar een van de dingen die hier staat is, laat uw licht schijnen in Matthäus 5 vers 6 voor de mens, dat ze uw goede werken mogen zien. En goede werken zijn altijd belangeloze werken. Goede werken gaat over mensen helpen op straat over te steken die moeite ermee hebben.
Kleine kinderen die hulp nodig hebben, die kan ik ze even ergens mee helpen. Het gaat om medestudenten voor jou die problemen hebben met een studie, om het even belangeloos, zal ik je even helpen. Ja. Het gaat om collega's, om de minste dingen te doen. En weet ik wat, laat ze je goed werken zien. Inderdaad. In alles wat je doet. En dat is best lastig, want het gaat over heel veel aspecten. Maar dat ze kunnen zien dat je een kind van God bent aan je goede werk. Ja, en daarbij ook duidelijk maken waar die al die goede werken vandaan komen. Precies. Waarom je dat doet, waarom je zo bent, waarom ik toch zo vrolijk ben. Of, ik heb geen reden om verdrietig te zijn. Maar tegelijkertijd is het ook weer een vervelende boodschap. In het laatste deel van de opmerking van de zevende vraag. We kunnen hun weg niet goedkeuren door met ze om te gaan, deel te nemen aan hun feesten en hun raadsvergaderingen, waar God niet de leiding heeft. Zo'n pad dat verder van goed voor hen is, zou alleen twijfel veroorzaken over de realiteit van onze religie. Ja. Wij zouden valse lichten zijn en door ons voorbeeld zielen tot ondergang leiden. Precies. En dat willen we niet juist. Nee, dat willen we juist niet. Jullie als de mensen de weg naar God laten zien, ja, dat als het moeilijk in je leven is, dat je blij mag zijn. Niet omdat het moeilijk is, maar omdat je kind van God bent. Ja. En dat als de ellende groter is, dat je meer gaat zingen. Paulus zat in de gevangenis en ging een lied zingen. Niet omdat hij gevangen zat, maar omdat hij lijden mocht voor Jezus. Inderdaad. Ik sluit deze les af niet met dit stukje, maar met het laatste stukje van de opmerking van 7, omdat het een positieve uitgang mag hebben. Het betekenis van om niet van deze wereld te zijn, maar in deze wereld, is voor mij gevat in de volgende samenvatting. Sluit uzelf niet af van uw medemensen, maar probeer hen te laten delen in de kostbare waarheid die uw eigen hart gezegend heeft. Mogen duidelijk zijn dat uw godsdienst erin van liefde is. Dus laat alsjeblieft in uw gewone leven, aan uw buren, aan je collega's, aan de mensen in de trein, op de weg, waar je ze ook ontmoet, dat liefdestraaltje van Jezus zien. We zijn allemaal op deze wereld gezet om een licht te zijn. Dus laten we alsjeblieft dat lichttoortje doorgeven. Dus ik vraag u ook, wees een licht voor uw naaste omgeving. Dat kunnen we niet uit eigen kracht, maar als we de liefde van Jezus in ons hart hebben, dan kunnen we die doorgeven. Ik wens u vele goede daden en goede werken.